Welkom iedereen. Ik was al een klein beetje begonnen om 1 minuut voor 7:30. Maar we zijn er allemaal, dus we kunnen gewoon beginnen. Vanavond wil ik het gaan hebben in een korte webinar over de Tooth Transformer. En de Tooth Transformer is een apparaat wat in het tweede gedeelte gedemonstreerd wordt. Maar het is vooral voor het vormen van nieuw botopbouw is het een heel belangrijk apparaat. Goed, daar gaan we. Even een pijltje drukken. Goed. Ja, eerst wat huishoudelijke mededeling betreffende het webinar. Als je een vraag hebt, dan kan je hem intypen in de chat of de question box. En dan kunnen we die aan het einde van de webinar keurig weer beantwoorden. De presentatie zoals die hier gegeven wordt, wordt ook opgestuurd naar het e-mailadres. En de laatste belangrijke mededeling is, soms heb je wat storing op de lijn. En dat blijkt vaak te komen doordat dan op de eigen computer, dus niet op die van mij hier, maar op die van jullie, mogelijk programma's staan die ook wifi of wifi gebruiken. En die zou je dan even moeten afsluiten als er te veel storing is. Of nu al gelijk doen. Goed. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ik ga nu beginnen met de webinar. Eigenlijk als je met botopbouw doet, dan zijn wij tandartsen, althans ik spreek voor mijzelf, maar ik denk dat ik eigenlijk voor velen spreek, eigenlijk helemaal niet zo op de hoogte waar nou een botvervanger aan moet voldoen. We hebben vaak dingen gehoord en we kunnen ons best wel via cursussen en internet wat bekwamen. Maar het is vaak een heel allegaartje. En daar probeer ik in het eerste gedeelte een kleine helderheid in te geven. En in het tweede gedeelte zeg maar wat ik denk wat een hele fantastische oplossing is. En ik denk dat ik daar niet de enige in ben. En ik hoop dat jullie ook enthousiast worden naar deze webinar over het gebruik van de Tooth Transformer. Goed, waar moet botvervangend materiaal aan voldoen? Dan hebben we allemaal gehoord dat de calcium-fosfaatverhouding belangrijk is, dat er groeifactoren in zitten, whatever it may be. Osteoinductief, osteoconductief, het moet een bepaald volume hebben. Nou, het kan ontzettend duur zijn en kan je het bewaren als je er een klein beetje bij nodig hebt. Het zijn allemaal dingen. En de BPM2, dat is een term die bijna overal altijd weer voorkomt op slides van presentaties. En dit komt allemaal zometeen in een wat eenvoudige vorm voorbij. Overal is er, wat ik nu vertel, is er wetenschappelijk onderzoek geweest. En, maar het wordt een heel saai geheel als ik al die wetenschappelijke onderzoek helemaal uitgebreid zou behandelen. Dus ik heb de topics eruit gepakt. En op die manier krijg je eigenlijk vrij beknopt, maar wel volledig de belangrijkste dingen te zien. Goed, de meest ideale botvervanging, daar hebben we het over gehad. Maar waarom is botvervanging nou mogelijk? Nou, dat is, bot heeft het vermogen om te regenereren. Oftewel, eigenlijk is bot een van de weinige materialen, als je dat zo mag zeggen, binnen het lichaam, waar altijd ombouw in plaatsvindt en dat het ook nog binnen een redelijke snelheid gaat. Dat is ter zelfbescherming van de mens. Want als je je been breekt, dan moet je natuurlijk keurig netjes weer dat gebroken been kunnen genezen. En eigenlijk die geneeskracht, die gebruiken we ook bij botopbouwregeneratie. Deze ombouw zorgt weer dat uiteindelijk na verloop van tijd het hele originele nieuwe bot is. En dat gaan we aan het eind op een filmpje ook weer laten zien. Dat het opbouwmateriaal uiteindelijk weer helemaal mooi, schitterend eigen bot wordt. Dus die eigenschap van het bot, die gebruiken we bij botopbouw. Goed. Ikzelf ben misschien een klein beetje dyslectisch. Maar misschien spreek ik niet alleen voor mezelf, maar als ik dan allograaf, autoloog, autogeen, xenograft, dan wil ik altijd weer weten, wat was ook alweer wat. Dus van tevoren even een kleine samenvatting. Autoloogbot, autogeen transportaat, dat zijn botgrafts, dat is botmateriaal, verzameld van de patiënt, van de persoon zelf. Allograaf,
dan is het ook wel van een mens, maar niet van dezelfde persoon. Dat is dan ook altijd behandeld. Dat kan behandeld worden doordat het heel gefriesdraaid is, gefriesdraaid en gedemineraliseerd is. Kortom, daar heb je allemaal extra handelingen nodig, zodat je het kan graften in de patiënt. Xenograft, dat is een soortgelijk iets, maar dan is het gefriesdroog of gedemineraliseerd rund of varkensbot. En xenograft wordt ook gebruikt voor als je het maakt uit bijvoorbeeld koraal. Want het gaat eigenlijk puur en alleen dan om het hydroxylapatiet, basismateriaal van het bot. En als laatste, en die is eigenlijk het minst bekend, maar in de rest van de wereld, bijvoorbeeld in Korea en in Aziatische landen, is het veel meer bekend. Dat is de dentinograft. Want eigenlijk al van heel veel jaren geleden hebben ze al lopen experimenteren met dentinograft, terwijl dat eigenlijk in Nederland niet eens zo verschrikkelijk bekend is. In Korea bijvoorbeeld is een aantal jaar geleden, in 3 jaar tijd, dat is een jaar of 5 geleden, 38.000 elementen gebruikt met dentinograft. En dat betekent dus dat het wel degelijk een hele grote speler op de markt is in de Aziatische landen. Goed, dentinograft gaan we het dus vanavond met name over hebben. Gaan we even weer terug naar welke eigenschappen nodig zijn voor botopbouw. Dat is osteoconductie. Wat is osteoconductie? Conductie is eigenlijk dat het transplantatiemateriaal bepaalde matrix-eigenschappen, scaffolding noemen ze dat. En dat is in letterlijke vertaling is een stijger. Dus eigenlijk door een soort stijgerhekwerk, een soort harde structuren waar het langs dan het bot kan ingroeien, zodat je een bepaald volume kan creëren. Maar met alleen osteoconductie kom je daar niet, want dan krijg je alleen maar vanuit de zijkant dat de osteoblasten over die stijger heen, die harde structuur heen, naar binnen kunnen lopen. En daar heb je enorm veel tijdverlies en ook uiteindelijk kwaliteitsverlies. Osteoinductie daarentegen, dat is de belangrijkste eigenschap om heel goed botopbouw te krijgen. Dan heeft het transplantatiemateriaal eigenschappen die ervoor zorgen dat de osteoblasten, de botbouwers, de osteoblasten actief worden. Daar komen dus die groeifactoren zoals de BNP's om de hoek kijken. En dat is heel belangrijk materiaal. Osteopromotie, osteoproliferatie, dat is eigenlijk de extra soort turbo-BNP, dat dus de osteo-inductieve eigenschappen sterk versterkt worden. Osteogenese, dat is eigenlijk de term voor botgroei door de osteoblasten. En uiteraard groeifactoren. Je hebt mij nu, tot nu toe alleen maar BNP's gehoord, bone morphogenetic proteins, dat zijn de eiwitten. En die zijn heel belangrijk, maar er is veel meer dan alleen BNP's en dat zal ik in de volgende dia's ook laten zien. Hier nog even de eigenschappen van de osteoconductie, osteoinductie en osteopromotie. Je krijgt deze dia's allemaal thuis gestuurd, dus als je nou probeert die eigenschappen snel te lezen, ik vertel ze ook nog, maar je kan ze altijd terugkijken dan. Ik heb dat ook net bij de vorige dia verteld. Zorgt voor de conductie, zorgt voor de stijgermatrix, de inductie voor het recruteren van botvormende cellen. Dus het wordt zelfs de inductie, dan gaan andere cellen die ergens anders voor bedoeld zijn, kunnen omgevormd worden tot botvormende cellen. Kortom, alles is door die inductie erop gericht dat het bot zoveel mogelijk en zo snel mogelijk en zo sterk mogelijk groeit. Ja, en dan de osteopromotie, dat is eigenlijk waar we het zo meteen over gaan hebben. Dat zijn al die extra eiwitten buiten de BNP's. Wat zijn nou de verschillen tussen autograft, xenograft en allograft? Dit is ook weer een dia die je gewoon op je gemak thuis kan bekijken, maar in de gele highlights, daar zie je eigenlijk wel dat in osteoinductie eigenlijk verreweg de belangrijkste eigenschappen zijn om tot goede botkwaliteit te komen. Goed, als je dan die inductie hebt en al die verschillende
soorten graftmaterialen. Dan heb je bijvoorbeeld bij allograft, wat van, voor andere mensen gemaakt is van bot van andere personen, dan heb je daar nogal wat risico in lopen van, is het wel schoon genoeg, is het wel steriel genoeg, zijn de materialen geschikt, of blijft er toch heel voorzichtig nog wat het materiaal achter, waardoor je dus een immuunreactie zou kunnen oplopen door de graft en een afstotingsreactie, of dat je er ziek van kan worden. Daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en drie daarvan, die zie je hiervan. En het is gewoon een risico waar we met z'n allen toch een klein beetje attent op moeten zijn dat dat een negatieve eigenschap zou kunnen zijn. Autoloogbot, dat is dus het bot wat verkregen wordt van de patiënt zelf, heeft als voordeel dat niks is beter dan je eigen bot. Althans, dat zou je kunnen denken. Het heeft dus, als je autoloog bot gebruikt, altijd een tweede operatieplaats nodig om het te vergaren. En dat, in tandheelkunde is dat vaak de kin, de tumor achter de verstandskiezen, of als die er zijn, of op die plek. En tegenwoordig wordt er ook zelf bij de kuikchirurgen vaak, of vaak regelmatig, schedelbot gebruikt. Dan heb je dus altijd een tweede plek waar je een patiënt eigenlijk moet behandelen en wat dan ook weer moet genezen. Een tweede eigenschap wat niet gezien wordt als een positieve eigenschap is dat het vaak de bottenbouw die gemaakt wordt vaak heel snel geabsorbeerd wordt. De verleden is er natuurlijk ongelooflijk veel vanuit het heupbot bovenop de onderkaak gezet en wat je dan ziet is dat het eigenlijk heel snel weer terug is naar het niveau waar je het eigenlijk niet zou willen hebben. Wat tegenwoordig met de botscraper gedaan wordt, is ook een ontzettend mooi nieuw instrument, waardoor je eigenlijk op dezelfde site als dat je bezig bent, met een schrapertje keurig netjes wat bot kan wegschrapen en kan gebruiken als matrix voor je botopbouw. Nadeel van de botscraper is dat je wel een heel mooi bot hebt, maar dat het toch eigenlijk vaak net een beetje te weinig is. Goed. Wat heb je dan met die osteo-inductie? Die hele belangrijke ding is waar ik naartoe zit te praten uiteraard. Want wat blijkt namelijk uit een onderzoek dat onder ratten, dat je uit de demineralized dentine ongelooflijk positieve eigenschappen hebt. Wat blijkt uit het onderzoek? Dat de tandmateriaal wat je implanteert ongelooflijk sterke inductieve eigenschappen hebben en dat het zich heel erg mooi aan de harde weefsels, aan de matrixweefsels klimt en dat klemt en vasthecht. En dat je dus gewoon heel erg mooi en snel goed nieuw bot krijgt. Dentine bevat bruikbaar graftmateriaal in grammen. Een hoektand bijvoorbeeld, als je die gaat gebruiken, dan zit je op 1 tot 1,5 gram. Een onderincisief, wat eigenlijk maar een klein elementje is, heb je ook al van 1 tot 1,5 gram. En dan hebben we het eigenlijk alleen maar over de dentine. Maar je kan ook het dentine en het glazuur erbij gebruiken. En dan zit je meestal op een verdubbeling van het aantal gram als wat je hier ziet. Kortom, je hebt, voordat je het weet, heb je 3 tot 5 gram aan botmateriaal. En dat is best wel veel. En met het apparaat wat wij gebruiken, is het ook geen kwestie van, wat is het verschrikkelijk duur. Want het is één en dezelfde prijs om 1 gram te maken of 6 gram. Maar dat is bij botmateriaal wat je inkoopt helaas niet het geval. Want daar wordt het verkocht per gram en dat is vaak veel duurder dan het werken met een tooth transformer. Goed, groeifactoren aanwezig in dentine en glazuur. Ik heb het heel eenvoudig gehouden. Bioactieve groeifactoren in dentine, dat zijn er 11. 11 groeieiwitten die allemaal die extra groei stimuleren. En de belangrijkste en bekendste, althans degene waar ik ook nog wel van had gehoord, dat was de TGF-beta. En uiteraard weer die BMP's. Maar in de volgende dia's zie je, deze zit er nog even tussen. De BMP's, de belangrijkste, dan kan je zien
dat na de BMP2, na het behandelen van een tooth transformer, die TT staat voor tooth transformer, dat je dus in een demineralized dentine nog steeds een enorme hoeveelheid BMP heeft. En heel verrassend, in het glazuur zit het ook. Goed, komen ze nou even allemaal heel kort. Maar deze dia's zijn veel meer om aan te geven dat in het onderzoek is aangetoond dat welke groeifactoren er allemaal in zitten. En waardoor dus die stimulatie steeds wordt bevorderd. Dit is de TGF-B, de beta, de IGF. Nou, jullie kunnen zelf ook lezen. Dit zijn weer die extra groeifactoren die erin zitten. En dan met name deze. Ik persoonlijk geef hier in deze webinar persoonlijk toe dat ik ze ook allemaal niet ken. Alleen de type 1 collageen, dat is even te vernoemen. 90% is van het materiaal van de bot. Dat bestaat uit type 1 collageen. En de overige 10% zijn dus eigenlijk al deze onbekende groeifactoren. Goed, conclusie, eindconclusie. Dat BMP2, de botvorming in zuur onoplosbare humaandentinedragers, significant versnelde. En de resultaten van dit onderzoek geven aan dat menselijk DDM, gedemineraliseerde dentinematrix, een effectief samengesteld materiaal is voor het afleveren van BMP2 en een superieure stijger vormt voor botvormende cellen. Nou, dat hadden jullie zelf over kunnen lezen. Ik leg het even uit. Op het moment dat je een element vermaalt en behandelt, dan heb je dus glazuur en dentine dwars door elkaar vermaald in hele kleine stukjes. En het resultaat daarvan is dat je dus eigenlijk een scaffolding, een stijger hebt van harde materiaaltjes en die 11 groeifactoren. Dus je hebt alles in één van de persoon zelf. Eigenlijk zou ik willen zeggen, mooier kan je het niet hebben. Goed, nog wat andere gegevens. Helemaal in het begin hadden we het over een calciumfosfaatverhouding. Bij het bot moet die zijn zoals de blauwe lettertjes 1,7. En op het moment dat je gaat naar het behandelde glazuur dentine met de toestandvormen, dan zie je dit hier 5,4 en 8,6. Dat heel dichtbij komt bij de 1,7 verhouding. Ga je naar de desinfectie, waar we met die vorige dia ook al over gehad hebben, van je bent bang dat er mogelijk een infectie kan optreden als er in dat botmateriaal. Na behandeling met de tooth transformer zie je dat dit is het normale dentine, waar dus zeg maar als de caries in is geweest helemaal, dan heb je dus bacterie die gaat groeien op deze agarplaat. En dit is nadat de dentine vermaald is en behandeld is geweest door de tooth transformer. Want het is niet alleen een kwestie van dat de tooth transformer iets vermaalt, maar na het vermalen krijg je ook nog dat het behandeld wordt. Kom ik dus zo meteen bij de uitleg van de tooth transformer, kom ik daarop terug. Laatste, dentine en glazuur. Daar komt ie. Heb je dus normaal glazuur, dentine of BIOS, het namaakmateriaal. Dan zeg ik heel eerlijk, die SAROS2 cellen, dat zijn de aanhechtingsplaatsen waar zeg maar bot weer verder kan groeien. En dan zie je hier al die stippeltjes, dat keurig netjes het aanhechtingsplaatsen vermeerdert. Waardoor je al vrij snel rond iets hards, zeg maar de scaffold, de stijger, een keurige bot in groei gaat zien die goed hecht aan die harde deeltjes. Goed, dan nu het apparaat zelf. We weten dus nu dat uit dentine eigenlijk het meest ideale botvervangend materiaal gehaald kan worden. Maar wat is nou de reden dat er in Europa die dingen nog niet zoveel gebruikt worden? Dit soort materiaal, dat is omdat ook in Europa er begonnen is met het fijnmalen van dentine, van glazuur, het proberen te gebruiken voor als botopbouw
En dan bleek dat het toch wel bewerkt moest worden. En dan moest je een klein beetje grammen afmeten. En met die grammen afmeten moest je dan een aantal druppels van een bepaalde vloeistof A erbij doen. En dan daarna nog een bepaald aantal druppels vloeistof B. Je was eigenlijk een soort kookboekje instructie aan het volgen. En het was natuurlijk niet helemaal geweldig standaard. Dus de realisatie dat het goed was, was er wel. Maar de technische uitvoering en de praktische uitvoering was eigenlijk vrij moeilijk en niet echt uitvoerbaar in een tandartspraktijk. Nou, de toestandsvormer heeft dat laatste probleem volledig getackled. Want de toestandsvormer is een apparaat waarvan sommige mensen zeggen appeltje, eitje. Zo is het niet helemaal, maar het is niet ingewikkeld. En ik ga dat nu uitleggen. Dit is de koffer waar die in geleverd wordt. Of verschillende onderdelen zijn als volgt. De klep kan open. Dit is kan je allemaal heel eenvoudig inschuiven. Dat ga ik allemaal vertellen. Dit is het maalsysteem. Komt zo meteen nog beter in beeld. Want zie je hier zo. Dit is een tand die getrokken is. En dat is het mooie van dit apparaat. Het is niet noodzakelijk dat je een tand trekt en in dezelfde zitting zeg maar de chirurgische handeling doet. Het kan ook zijn dat je een week eerder of zelfs nog langer dan een week eerder een tand er al getrokken hebt, voorbehandeld. En op het moment dat je de patiënt afspraak hebt om de behandeling te doen, kan je het apparaat een half uur of een uur van tevoren aanzetten, zodat je je graftmateriaal beschikbaar hebt. Wat zie je dan? Dat krijg je zo meteen nog duidelijker te zien. Maar hier gaan dan de brokjes van die tand in. En dan gaat die gemalen worden. En dan komt uiteindelijk hier in een mooie, een beetje vochtige, sticky, boonachtige samenstelling komen al die schitterende korreltjes. Dit is het geheim van de smid. En ook al ga je me 10 keer bellen, wat zit er nou in? Ik kan je het antwoord niet geven. Want de toestandsvormer, de fabrikant, die heeft, zij zeggen iets van 20 jaar geëxperimenteerd. En het resultaat is eigenlijk nu uiteindelijk helemaal fantastisch. Er zitten allemaal zes aparte reservaatjes met allemaal verschillende vloeistoffen. Die uiteindelijk ervoor zorgen dat het boommateriaal wat je krijgt van die kwaliteit is. En nog steeds alle groeifactoren bevat. En steriel is. Kortom, dat schijn van de smid, dat weet ik zelf niet. Nou, even een klein filmpje. Dit is de voorkant van het apparaat. Je ziet dat hier zo, dit bakje, dat is die ronde maalmachine met die brokjes tand. Dan gaan we even een filmpje draaien. Hier is de behandelaar bezig om de buitenkant van de tand zoveel mogelijk van het organisch materiaal, het bindweefselmateriaal af te doen. Dat gaat hij dan hier in de maler stoppen. Dan komen de stukjes tand erbij. Hoppakee. Je ziet. Het zijn helemaal niet echt super kleine stukjes. Als die deksel er maar op past, dan is het goed. Dit zijn het geheim van de smid bakje, noem ik het maar. En dat geheim van de smid bakje, dat is ook als volgt. Eerst gaat die maalmachine erin. Dan komt het geheim van de smid bakje. Ik weet niet of daar een officiële naam voor is. En dan komt het verzamelbakje waar uiteindelijk het boommateriaal in komt. Induwen, klik en vast zit hij. En dan op de knop drukken van aan en uit. En dan begint hij te malen. En als je gaat malen, dan is hij na een minuut of twee is het malen gebeurd. En daarna nog 25 minuten het voorbewerken met die materialen. Dus bij elkaar is die in een half uur klaar om zo'n element om te vormen tot het fantastische dentine graft materiaal.
Ik had al gezegd dat het element niet in dezelfde zitting getrokken hoeft te worden. Persoonlijk, bij mijn praktijk, doe ik dat tot op heden wel. Maar je kan, als er een element getrokken wordt, de patiënt de tooth fairy meegeven. Dat is een leuke benaming voor een verzamelbakje. En daar gaat hij dan in en dan, daar moet hij dan opgeslagen worden. Aan de buitenkant schoongemaakt worden, droogt erin. En dan kan die een aantal maanden gewoon bewaard worden en zelfs nog langer. En dan kan je hem altijd nog gaan gebruiken op het moment dat je bijvoorbeeld bottenbouw bij een implantaat wilt. Goed, sticky bone van de toestandvormer. Je ziet hier zo dat het keurig netjes een stevige substantie is. En als je dat dan ook nog combineert met een PRF-membraanmateriaal, dan krijg je echt een hele mooie genezing en een goed resultaat. Gisteren heb ik, dus ik heb deze nog net even ertussen geplakt. Gisteren heb ik de 2-6 hier uitgehaald. Ik heb geen foto's van de patiënt in de mond, want ik wist eigenlijk nog niet dat ik dit zou gaan doen. Maar de buccale kant was volledig kapot weg. En daar was eigenlijk geen houvast meer. Toen hebben we het element geëxtraheerd, hem in de tooth transformer gedaan. Je ziet dat er hier een wortelkanaalbehandeling gedaan is. Op het moment dat je die tand of dat element in stukjes maakt, zorg je dat buiten de mond gewoon die Guttaperga stukjes en die vulmaterialen eruit gehaald worden. Dat is vrij simpel. Vooral voor als je hem in het apparaat gooit, in de tooth transformer. Nou, hier was een meting van hoe diep ik zat, maar dan zie je dus duidelijk, althans op de computer in mijn praktijk nog iets duidelijker dan op deze computer, dat er toch wel een behoorlijke zwarting hier zo zit en dat er eigenlijk heel veel bot verloren is. Hier zie je een Balcony SDS implantaat en die heb ik gelijk dus erin gezet, een hele goede initiële hechting. Maar waar het mij om gaat is dat je dus heel goed hier zo de opvulling ziet van het tandmateriaal van die eigen tand. Die een uurtje eerder nog gewoon zo eruit ziet. En nu gebruik je hem om keurig netjes dat bot op te vullen aan beide kanten. En ik kan nog geen foto laten zien van over 3 maanden. Want ik heb dit gisteren nog gedaan. Keurig netjes in de algemene praktijk. Iedereen is vrij makkelijk in staat om dit voor elkaar te krijgen. Het filmpje wat ik nu laat zien is van de fabrikant zelf. En dat duurt 4 minuten. En oorspronkelijk zit er een fantastisch muziekje bij. Maar jullie zullen het moeten doen met de verklaringen en het verhaal wat ik erbij vertel. Want dat leek mij beter. Mauro Libertucci, Italiaanse tandarts. Hier zie je een Verstansky zitten. En in het gehemelte zie je een in het palatum liggende hoektand. Dit melkelementje moet er dus nog uitgehaald worden. En dit is die Verstanskies die eigenlijk een beetje vervelend zit. De Verstanskies wordt eruit gehaald, wordt in stukjes gemaakt. En op het moment dat je de chemo bloot legt, dan zie je dat daar een hoektand zit die uiteraard geëxtraheerd wordt. Maar als je zo'n enorme hoektand eruit haalt, dan heb je eigenlijk daar helemaal geen ondersteuning meer en mis je een ongelooflijk stuk bot in het gehemelte. Nou, dit is weer het laden van de maalmachine, de kleine stukjes erbij. En dan heb je zo een paar gram van dat materiaal. Je begint hem al te kennen. De maalmachine wordt in de tooth transformer geplaatst. Kijk, daar zit hij achterin. Dan komt het geheim van de smiddoosje. Hoppakee, aandrukken, hoor je klik. Hier zit het bakje voor het verzamelen. Dan prikken we de verschillende compartimenten open, zodat daar keurig vloeistof uit kan komen. En een half uurtje later, of 25 minuten later, hebben we dan het graft materiaal. Wat gebeurt er dan? Ga je met het bakje naar de patiënt. En deze casus is dan gewoon zonder PRF. Maar dat is heel, heel goed mogelijk, want de groeifactoren zitten daar ook al allemaal in. En wat zie je? Een enorm gat waar de
hoe weet ik waar de hoek dan uitgekomen is in het gehemelte. En je kan het heel keurig netjes erin stoppen, aanstampen een beetje. Dan kan je de volgende. En het, je kan het keurig opvullen op die manier. Dit is het implantaat wat geplaatst is. Dat groeit dan vast. Het bot wordt, zeg maar, ook tussen het palatum en het implantaat. Daar zat dus geen bot. Eén maand healing. Ik persoonlijk vind het geweldige foto's, maar ze hadden er niet tussen hoeven. Hier heb je de melkhoektand. Of melktand. Ja, melkhoektand. Dit is 5 dagen later. En dit is 1 maand later. En dit zijn de röntgenfoto's. En dat is wel weer leuk om te zien. Is dat, zeg maar, hier, dit is allemaal het tooth material, het tooth transformer materiaal. En na 5 maanden zie je eigenlijk al veel meer dat het gewoon weer het normale kaartpot wordt. Dat je dus eigenlijk niet eens meer ziet dat er ooit een transplantaat is geweest. Na 5 maanden krijg je hier uiteraard weer de prachtige plaatjes van hoe mooi een implantaat en daarop weer een kroon is. Hier heb je hem nog eens een keer in zijn geheel. En dan zie je dat de grote gat hier zo opgevuld wordt. Regeneratieve surgery noemen ze dat. En ik heb eigenlijk al aangegeven hoe mooi dan dat regenereert tot normaal bot. Dit is na 1 jaar. En ik zet hem nou even stil, want dan kan je zien dat eigenlijk de structuur overal min of meer hetzelfde is. En dat je een prachtige aansluiting krijgt. Hoppakee, dan gaan we nou naar de laatste dia. En dat is, mocht er vragen zijn, dan kun je ze nu allemaal vragen. Heb je behoefte aan een andere soort uitleg die iets dieper op de stof ingaat, dan kan dat uiteraard altijd. Want dan komt Ubbo of Duco of Gerard gewoon uitleg geven. Ik ga even links van mij kijken. Meneer Ubbo, kan ik nu de webinar stilzetten? Of zijn er al vragen? Geen vragen. Er zijn geen vragen. Nou, ik krijg van mijn vrouw nog wel een opmerking dat ik vrij onduidelijk ben altijd. Maar voor de zoveelste keer hebben wij wederom geen vragen. Ik dank jullie allen hartelijk voor de aandacht die je gegeven hebt. En wij treffen elkaar vast al een keer in levende lijven. Als de coronavirus overgewaaid is. En wij allemaal weer op een mooie manier ons vak kunnen gaan uitoefenen. Oh, nog even. Oh, wacht. Ah! Had ik me niet moeten zeggen over mijn vrouw. Wat is de vraag? Ja, ik moet die pak met de leuk. De vraag is? De vraag is, wat kost het? Wat kost het? Dat staat meestal bij de frequently asked questions. En omdat ik eigenlijk tandarts ben, mij bezighoud met allerlei dingen in de mond. En ik weet dat ik daarmee geld verdien. Maar als het over geld gaat, ben ik zeer slecht onderlegd. Dus ik ga deze vraag voorleggen aan mijn zoon. Dat is Ubbo, wat kost het? Het is wel overigens een hele goede vraag. Het is onderbelicht geweest. Want het is eigenlijk heel goedkoop. Omdat je de kosten die je maakt, is behalve de aanschaf. Wat is het? De aanschaf van de tooth transformer zelf is 4000 euro ex-BTW. De tooth transformer is 4000 ex-BTW. Die vervelende zakenmensen spreken altijd van ex-BTW. Dus je moet gewoon zeggen 4.800 euro, want dat kost het onstandaardse helaas. Maar wat is het grote verschil? Daarna is dat je voor het, wat ik dan noemde, het geheim van de smid, de doosje met die 6 compartimenten, daar betaal je voor. En dat is een vaste prijs en dat is? Ja, inclusief BTW 78.
Hij leert snel, de jongen. Inclusief btw, 78 euro. Oftewel, je hebt voor 78 euro, heb je dus of 1 gram, of 2 gram, of 3 gram. En dat ligt eigenlijk eraan welk element en hoeveel van die brokstukjes je in die maalmachine doet. Dus je kan voor 3 gram bot uit een potje, ben je vele malen meer kwijt dan voor 3 gram dentine materiaal. Want dat is die vaste prijs van 78 euro. Even kijken, wat waren de vragen? Mensen, ik hoop u allen van diensten zijn geweest. Er zijn nu geen vragen meer. Mochten ze later opkomen, kan je altijd contact opnemen met Easier Dental Care. En nu ga ik echt.